Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 8 november. En ik heb toch nog wel een beetje last van de jetlag. En ik weet niet of dat komt omdat ik een nachtvlucht heb gehad of omdat het bijna weekend was en ik daardoor natuurlijk later in bed lag. Maar ik kan dus gewoon... Ik kan gewoon niet slapen tot een uur of 2, 2:30. En dan val ik in slaap. En dan, ja, zoals nu. Het is nu 9:15 en ik moet letterlijk over een kwartier weg. Want ik heb heel erg lopen rekken. Maar dat geeft niet. Het is weer gelukt. Het komt vanzelf wel weer goed. Ik heb dus een nieuwe ontbijtshake die ik gebaseerd heb op de laatste smoothie die ik op heb toen ik op Bonaire was. Die was zo lekker en de ingrediënten stonden onder, dus die maak ik nu een soort van na. En het is echt een succes, dus ik ga het jullie laten zien. Ik doe 2 bananen, omdat dit zijn van die kinderbanaantjes. Die zijn gewoon super klein. Maar ik denk dat als je grote bananen hebt, dat 1 ook goed is. Maar dat kun je zelf weten. Dan heb ik een proteïnemelk. Die had ik nog staan. Die was nog dicht van de Aldi. Ik wist niet dat het bestond. Maar hij is super lekker. Ik denk dat het een eenmalige actie was alleen. Jammer genoeg. Dus daar moet ik even een vervanger voor gaan vinden. En daar doe ik proteïnepoeder bij. 30 gram. En kaneel. Zoveel als ik wil. En in mijn geval is dat heel veel. Maar dat is echt heel lekker. Dus, maar dat komt ook wel een beetje door die almondmelk. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ik hoop dat ik daar een goede vervanger voor kan vinden. Het is een beetje veel. Dit is 30 gram. Hoppatee. Het is zo... Ja, het is eigenlijk dus gewoon almondmelk, banaan en kaneel. Dat is het. Je hoeft de proteïnepoeder natuurlijk er niet aan toe te voegen. Maar aangezien ik straks weer... een lekker sportlesje heb, doen we dat lekker wel. Uiteraard in de Magic Bullet. En die is dus online bij de Action in de aanbieding voor 30 euro. Als die er nog is, staat die in de beschrijving. Ik gebruik dit ding iedere dag. Love it. Ik heb deze grotere er wel bij gekocht online. Want je krijgt eigenlijk alleen deze maatjes. Dus die zijn iets kleiner, maar het scheelt niet heel veel. En ook hier maak ik bijvoorbeeld al mijn soepje in. Dus echt een aanrader. Ik heb even lekker een trui aangetrokken met een broek. Deze trui vind ik nog steeds heel leuk. Ja, mijn koffer staat er nog steeds. Ik heb gewoon geen tijd gehad. Ik heb mezelf ook heel hard beloofd om de volgende week niet zo vol te plannen. Want ik heb gewoon... Ik heb iedere dag minimaal 2 dingen. Maar het maakt niet uit. We komen er wel. Morgen heb ik meer tijd. En vandaag... Nee, morgen heb ik geen tijd. Vandaag heb ik tijd. Ik heb nu therapie. Daar ga ik nu heen. En verder heb ik niets behalve de sportles die ik zelf heb ingepland. Waar ik heel erg veel zin in heb. De rest van de dag kan ik alle schade inhalen. Maar ja, het is wel een beetje... Ik loop echt achter de feiten aan. Maar ik heb mezelf echt beloofd. Dit is even een weekje inhalen na de vakantie. Volgende week gaat het anders. Jongens, mijn lesje. Aquafloat zit erop. En ik ben al een beetje afgekoeld, want ik heb daarna nog even gezwommen. Maar zie je die lekkere rode wandjes? Ik doe heel even met mijn telefoon, want ik ben mijn camera thuis vergeten. Maar ik was alleen met Ellie. En Ellie is echt... Die zie ik overal, iedere les. Bootcamp doet ze... heb ik haar ook wel eens met Tabitha gezien? Ik heb het gevoel van wel, maar weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, die is in ieder geval 2 keer mijn leeftijd... Ik weet niet precies hoe oud ze is, maar ik denk in ieder geval de 60. En die heeft gewoon betere buikspieren dan ik. Dus het is niet normaal. Die sport mij er gewoon uit. Ik had echt... We waren maar met z'n 2. Normaal ben je met 8. Of 8 is max volgens mij. Maar meestal, de lessen die ik meemaak, zitten meestal vol. Maar nu waren we dus maar met z'n 2. Dus ja, dan zijn er ook voor je gevoel meer ogen op je gericht. En ze hadden echt mega motivatie voor mij. Dat ik dacht, kom op Sophie. Gaan. Echt leuk. Nou, niet normaal hoe sterk zij is. Echt knap. Nou, ik ga eerst even richting huis. Ik wil eigenlijk nog even richting het centrum. Maar ik ga eerst even lunchen. Het is ondertussen 11:50. Kijk dan hoe vol ik mijn ringen al heb.
Ik heb gewoon 10 voor 12. Ik heb 746 calorieën verbrand en 86 minuten getraind. Niet normaal. 340 calorieën. En die aquafloat is maar een half uur. Bedenk je even dat je in een half uur 340 calorieën moet verbranden. Dan moet je hard je best doen, hoor. Ik zei ook, hij zei, nou, hoe was je maandje? Je hebt het hele eiland al gezien. Ik zeg, ja man. Ik zeg, maar het valt me wel zwaar. Ik heb het gevoel dat allemaal spieren weg zijn. Ik ben heel hard blijven zwemmen, maar dit is toch wel iets anders. Hij zei, oh, dan heb je zo weer terug. Ik zei, hoop ik. Ik denk dat ik morgen echt niet meer kan functioneren. Net als vorige week naar bootcamp. Oh. Heb je me gemist? Heb je me gemist? Wat ben je slaperig? Oh, mijn tikzak. Oh, mijn lieve katjes. Dit is wat hoor. Ik ben nog steeds zo verliefd op jullie. Je moet echt geen maand weggaan. Dan, ja, of je moet het wel doen. Want daarna word je echt overspoeld door liefde als je ze ziet. Kijk nou. Daphne vroeg aan mij. Waarom is Ginny zo dik? Ik zeg ja. Ik zeg ik weet het niet. Hij krijgt gewoon evenveel eten als Trappy. Maar het verschil tussen die twee katten is echt immens. Nou is Trappy wel actiever. Maar ja, ja nou, ik weet het niet. Het is gewoon, het zijn zijn genen. Deze heeft het helaas niet overleefd. Nou, als dat het ergste is. Hier hebben we Tijger. Hè? Zullen we jou ook nog even knuffelen? Hallo, petoetje. Mag ik jou een kusje geven? Bijna. Ik had hem bijna. Oh, jongens, ik heb zoveel honger nu, dat snap je. Pepe. Want ja, smoothie die is wel weer gone. Lekker broodje afbakken vanavond. Vanavond is de avond hoor. Vanavond ga ik mijn airfryer gebruiken. Nu is het een beetje de vraag. Ga ik daar mijn hartige taart in maken? Of ga ik gewoon lekker frietjes bakken? Nou is het morgen natuurlijk donderdag. En donderdag... Oh nee, want ik ga uit eten met Hidde en Suus. Dus het is geen frietdag. Oh, Hidde heeft een nieuw restaurant geopend. Nou, niet Hidde, maar Hidde is horeca manager van 4 zaken in de Haringenstraat in Utrecht. Mocht je daar vandaan komen, dan ken je dat wel. En er wordt dus nu een nieuwe zaak geopend, die heet Milo. En hij heeft mij uitgenodigd om op de eerste dag te komen eten, om te kijken wat ik ervan vind. Samen met Suus en Elisa, en een vriendinnetje van Suus. Hidde zelf is aan het werk. Dus dat is superleuk en het is een tapaszaak, dus... Ja, ze hebben vast friet, maar ik bedoel, ga niet friet eten, zoals we meestal op donderdag wel doen. Dus ik vind het een goed idee om vanavond de airfryer maar eens uit te proberen met frietjes. Lekker zeg, dat is een goed vooruitzicht. Nu, eerst even lunchen. Dan ga ik even mijn mail doen. En ik wil vanmiddag nog even richting het centrum, wat ik al zei, want ik wil naar de Action. Even kijken voor zo'n textielspray, want ik heb mijn nieuwe schoenen nog niet aangehad. Want ik dacht, ik wil ze eerst even insprayen. En die heb ik niet meer. Ik had ook eventueel bij de kruidvat, hebben ze hem ook. En een kruik voor in bed. Maar ik krijg zulke koude voeten nu al in bed. Ik wil dan als ik er lekker in ga, wil ik zo lekker zo'n kruikje bij mijn benen. En een elektrische deken ben ik niet zo fan van. Dus dat lijkt me een plan. Kijk of ze die hebben. De lunch. Ik zit weer echt helemaal in mijn rode pesto mozzarella fase. Ik heb een proteïnedrankje van de Lidl erbij. En een litertje aanmaak. En ik heb net een moment vastgelegd. Ja, het is echt, het is de slechtste foto die je ooit gezien hebt. Maar dat maakt even niet uit. Tijger zat op de automatische kattenbak. Het duurde een maandje. Maar, nee, het duurde denk ik 3 maanden. Letterlijk. Maar, dus uiteindelijk gebruikt hij hem gewoon. Nou, oh, dit is zo fijn. Ik ben zo trots op jou. Hey, dat doen we niet. Goed zo. Oh, kijk, ze doen het wel hoor. Het is echt verschrikkelijk. En het is zo zonde van je bank. Maar ja, die spray werkt niet. Heeft iemand nog tips? Want ik heb dus die spray, maar die spray die werkt niet. Hoe los ik dit op? Want dat is niet lief. Maar ik ben wel trots op jou. Ik heb dus besloten dat ik wel ook de hartige taart wil gaan maken. Omdat sommige dingen deze week alleen nog goed zijn en de rest van de week... heb ik simpelweg geen tijd. En het idee was ook dat ik hem ook kon invriezen. Alleen, ik ga dan zo... Emma stuurde, zullen we naar de zonnebank? En toen dacht ik, dat is een goed idee. Dat is een leuke beloning voor mezelf. Voor wat ik vandaag allemaal al gedaan heb.
Dus dan ga ik wel vast alles snijden en dan ga ik het later afmaken. Als ik dan naar de Action en de zonnebank ben geweest. En dan kan ik het mooi invriezen. En dan denk ik dat ik daar heel veel plezier van ga krijgen. Met alle tips die ik de vorige keer van jullie heb gekregen, moet dit toch een succes worden, zou je zeggen. Straks meer. Mocht ik jou geïnfluenced hebben om dit bizar dure, geweldige ding aan te schaffen, laat me je dan ook nog even beïnfluencen om dit zakje te kopen. Want het is echt, hij past dus eigenlijk, nou laten we zeggen net niet, waardoor je hem echt met een klein beetje agressie over de rand heen moet douwen. Maar daardoor zit hij super strak. En niet dat hij op knappen staat of wat dan ook. Het is echt perfect. En heb je dit systeem dus niet nodig. En het maakt het leven makkelijker. En ze ruiken naar lavendel. Echte, dikke, vette aanrader. Ik ben weer thuis. Het is gewoon al bijna donker buiten. Het is echt niet te doen. Maar het werd zuk pleurensfeer. Ik kan wel even de grote lamp aanzetten. Dan zien jullie mij beter. Er ligt een hele dikke kat voor mijn voeten. En als ik daarop ga staan. Kijk nou. Hij is gewoon één met het kleed. Ze vinden het kleed wel echt amazing. Want ze ligt er zoveel op. Dit is niet handig. Want er zit tegen het licht in. Dit is een risicootje. Want dan kan er altijd een kat op springen. Maar we gaan er wel voor. Het was zo druk bij de Action. Dat ik echt naar binnen ben gerend. En zo snel weer naar buiten. En ja, ik ben lekker met M bij de zonnebank geweest. Maar ja, je ziet niet echt verschil. Ik durf hem ook niet echt voluit te zetten. Want dat doe ik eigenlijk nooit. Terwijl ik ben nog nooit in mijn leven zo bruin geweest. Maar ik dacht, ja, strong. Nee, dat durf ik niet. En ik heb toch ook weer na een aantal minuten de gezichtsbrein eruit gezet. Omdat ik gewoon niet wil verbranden. Maar het was ook wel heerlijk. Het was wel even een retourtje Bonaire voor 10 euro. Nee, 20 euro eerder. Ik heb ook, zo, ik gooi het bijna tegen mezelf aan, zakken voor plastic gehaald. Die waren op. Dus die kun je bij het gemeentehuis ophalen. Dit was een beetje random. Maar ik wilde graag nieuwe theedoeken. En ik liep er langs. Dacht ik, oh, die pak ik even mee. Want dat vind ik een heerlijk beige kleurtje. Vooral deze zijn heel leuk. Deze zijn met tijgerprint. Of cheetahprint. Of whatever. Ik weet niet wel wat voor beest het is. Die andere zijn wel anders. Maar qua kleur matchen ze wel. Deze hebben een tierenlantijn. En de achterkant is wit. Dus ik ga eerst even in de was. Dan heb ik een ontvochtiger. Want die wilde ik graag. Voor in de auto. Soms heb ik er last van en soms niet. Ik weet niet precies waar dat afhankelijk van is. Maar het is wel echt een handig ding. Ik heb er al eens eerder een gehad. Maar ik denk dat ik die bij het inruilen van mijn auto mee ingeruild heb. Dan de vuilniszakken. De lavendelvuilniszakken waren er niet. Dus we hebben citroen. Ja, waren er niet. Nou, en waar ik dus voor ging. Ik wilde ook kijken voor een wafelijzer. Die waren uitverkocht. De kruiken waren uitverkocht. En de spray was uitverkocht. Dus ik heb letterlijk, oké, behalve de ontvochtiger. Want die had ik wel echt nodig. Nou ja, ik heb ook niet heel veel gekocht. Ja, het was een heel snel, vrij niet productief ritje Action. Maar hey, dat geeft niet. Het was wel gezellig even met M. Even kletsen, gezellig doen. En nu ga ik mijn taart maar in de oven doen, denk ik. Ik denk dat ik die wel in de gewone oven doe. Of zal ik ook die in de airfryer doen? Gaat dat goed? Ik vind dit lastig. Ik ga dat even googlen. Oké, ik heb de oven en de airfryer. Want het kan dus wel. Alleen, de vraag is of mijn springvorm erin past. Oh, hij is zo pretty. Oh, dit is echt. Hoe ga ik dit eruit krijgen? Punt 2. Hoppatee. Daar zit niks meer in, denk ik. Dus ik kan het gewoon op de grond laten vallen. Ja. Oh, oh. Oh, hij
Hij is zo mooi. Het is niet te doen. Wie had gedacht dat ik op een dag in mijn leven zo intens blij zou worden van een airfryer. Het is echt... Oké. Even kijken. Ik weet nu al dat dit niet past, want dit is mijn springvorm. Nee, dat gaat never not passen. Oké, dat geeft niet. Dan ga ik jou vanavond gewoon gebruiken voor mijn frietjes. Dan ga ik nu gewoon de oven doen. En die moet ik voorverwarmen op 180 graden. Yes. Ik heb dus letterlijk even mijn eigen recept terug zitten kijken in mijn eigen vlog. En de vorige keer kreeg ik dus tips om te zorgen dat de bodem beter wordt. En dat wil zeggen, eerst de bodem in zijn eentje ook even bakken. Kort. En de groenten even bakken, zodat je het water eruit bakt. Er was nog een derde tip en dat was paneermeel in de, op de bodem. Maar dat heb ik even niet. Dus dat wordt hem niet. Maar dit wel. En gaatjes in de bodem, zeiden ze ook nog. Dus dat ga ik in ieder geval doen. Dan kan de oven voorverwarmen en kan hij er zo in. Maar de vorige keer was hij al lekker. Moet je nagaan als hij dan nu echt goed lukt. Oh, ik heb zo'n zin om die airfryer te gebruiken. Oh, wat een beauty. Wat een beauty. Het is niet te doen. Oké, het gaat nu al niet zoals het moet. En eigenlijk wil ik dan al stoppen. Eigenlijk denk ik dan al, waarom doe ik dit überhaupt? Ik bedoel, het ging de eerste keer niet goed. En met de tips. Ik doe die bodem in de oven. Maar de zijkant klapt dus helemaal in. En ik zie het wel vrij snel. Dus ik heb nu een soort van met glazen... Probeer ik het weer omhoog te Probeer ik het dus weer een soort van omhoog te houden. Maar ja, dat werkt voor geen piep. En ja, het... Oh ja, tuurlijk, breek af. ik kan dit soort dingen gewoon niet. Ik weet niet waarom ik het probeer, maar het is gewoon gedoemd te mislukken bij mij. Op een of andere manier, nou ja, ik ga het er zo gewoon in donderen. En dan, we zien wel, de vorige keer was het ook lekker als ratatouille. Dus dat vind ik misschien nu ook wel. Maar waarom gaat het dan niet gewoon goed? Nou, die glazen haal ik er ook uit. Want het doet ook eigenlijk helemaal niet wat het moet doen. Ja, ja, jongens. Misschien de volgende keer met bladerdeeg. Oeh, dat je het net iets over de rand kan vouwen. Want dit was dus te klein om over de rand te vouwen. Dit wordt denk ik heel zielig. Maar we gaan door. Vraag niet hoe, maar door glazen te schuiven en het erin te langzaam in te droppen, denk ik dat het een soort van oké is. Ik heb er verder nog peper, zout, knoflookpoeder en Italiaanse kruiden bij gedaan. Het goede nieuws is dat ook als die mislukt, is er niks aan de hand, want deze beauty gaat mijn avondeten maken. Jongens, ik zou het bijna vergeten te filmen omdat ik zo aan het genieten ben. Maar ja, het licht hier is echt verrot. Maar mijn frietjes zijn lekker. Ik heb dus viandellen ook gekocht. Nee, die heb je weer gezien. Die heb ik ook ingedaan. Dan ben ik toch ineens een rare... Hoor je die crisp? Ze zijn echt perfect. Smaakt het zoals van een snackbar? Nee, maar het smaakt wel echt gewoon zoals uit de frituur. Maar dan gezonder. Volgens mij gaat het allemaal goed komen. Er is hier één plekje waarvan ik denk, oké, het is vrij donker. Maar dat komt, dit is altijd op een van mijn plekken die over iets harder gaat. Ik heb weer heel even in de pan dat de onderkant nog knapperig kan worden. Want de rest is dat wel. En de zijkant zit nog om de zijkant ook. Jongens, praat me er niet van. Hij is al best wel stabiel hoor. Ik ben oprecht... Nou ja, ik laat hem heel even zo, dat hij de onderkant nog een beetje kan knapperig maken. Maar dit is niet verkeerd. En uiteraard, ja sorry jongens, ik was echt hongerig. Ik heb vandaag zoveel calorieën verbrand. Ik ben met Emma ook nog naar het centrum bezig lopen. Ik had ook nog viandellen. Nou, die waren echt goud. Echt. Ik denk dat de friet iets minder lang moet, want sommige waren te knapperig. Nou ja, als dat een probleem is, want... Deze frietjes waren natuurlijk, zijn best wel dun. Dus ik denk dat die net even 2 minuutjes minder moeten hebben. Maar die viandellen, die, ja, ik heb ze wel laten zien toen ik ze kocht. Maar deze, love it. Echt goud.
Nou, ik heb mijn buikje helemaal vol. En ik heb een hartige taart. Dit is echt goede shit. Ik heb me klaargemaakt om te gaan slapen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie graag even voorstellen aan mijn eerste grote succes in de keuken. Mam, ik heb een hartige taart gemaakt. En kijk nou, laat je zien wat stabiel en alles. Kijk dan. Oh, en hij ruikt ook lekker. Dus, wat gaan we doen? We gaan hem snijden. Hoeveel stukjes? Is het een kwart? Ik denk dat een kwart avondeten is. Want het is letterlijk alleen maar groentes met kip. Ik denk niet dat het heel erg vult. Dus ik ga hem door vieren doen. Dan hou ik één stukje erbuiten. Ondanks dat ik de komende 3 dagen niet... Het is toch ook een prima lunch? Ik denk dat het ook prima lunch is. Ik zou niet weten waarom niet. Dus ik ga er één stukje buiten houden, zodat ik hem kan proberen. Of zal ik het niet doen? Want als ik hem niet opeet, is het zo zonde. Maar ik ben trots. Ik ben trots dat het gelukt is. En dat is ook dankzij jullie tips. Ondanks de struggle van de zijkant. We hebben ons er doorheen geslagen. Wij samen hebben deze taart gemaakt. Ah, ik had niet gedacht dat ging lukken. Nou, in ieder geval jongens, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video.